Als het aan het natuurhuis ligt, de stichting, dan komt hier in het Hagenpark een mooi natuurhuis. Maar ze beginnen langzamerhand er erg aan te wanhopen. Ja, dat kan ik me voorstellen dat ze wanhopen, maar er is hoop. Want wij komen aanstaande donderdag met een motie waarin we het college opdragen om uiterlijk met de begroting de resterende bedrag wat ze nodig hebben, om dat bij elkaar te vinden. Dat kan onder andere door in overleg te gaan met de provincie, waar een pot van 40 miljoen subsidiegeld ligt voor toeristisch en creatief beleid. Nou, dat past die toeristisch en cultureel beleid, moet ik zeggen. Daar past hij natuurlijk perfect in. Ja, het is niet alleen een trekker voor de binnenstad. Het is van belang voor het bestaan van de verenigingen. Het is van belang voor de educatie op natuurgebied voor jongeren. Maar ook voor ouderen. Het is een enorme boost voor hier de hele binnenstad. Want er komt wat activiteit hier. Niet luidruchtig. De omwonenden hebben er geen last van. Het is een interne aangelegenheid. En nou, het is ook prachtig voor bijvoorbeeld de bewoners van de Hofkampen hierachter. De ouderen. Die hebben steeds minder activiteiten door bezuinigingen. Nou, die kunnen hier op rollator afstand naar Naturus. Waar altijd wat te doen kan zijn, ook voor hen. Dus het is voor iedereen een geweldige aanwinst.